Bare lidt. Så røg den lidt ud. Bare lidt.
Olha, gente.
나가러 가면 내가 누구냐? 내가 누가 누구냐?
gleich auch noch Anlehner. Du kannst nachher noch abstreiten. Jeder, fahren wir den gut.
Thank you.
They are nice and quiet. Yeah. I want him to sleep. Oh. But he's... Too many things going on. Yeah, he slept a little bit, but now he's, I don't know, onto something again. Yeah. Like always. Thank you.
Fantastic.
telling him that he said he was really nice. He came in here. Excuse me. Yeah, good quality, the other is hair, but it's not so all sizes good. Were beautiful. Thank you. I'm proud. Thank you.
We are ready here to introduce to you the best of breeds from Group 1 today, starting with the Australian Kelpie, followed by the four varieties of the Belgian Shepherd, Jos, pardon my Flemish, here are the Cronendel, the Lakenaar, the Mechelaar, and the Terrier. Robo, the Skipper King, the Shorthaired German Shepherd, Bossero, the Briard, the Portuguese Sheepdog, Longhair, Hrvatski Ovčar, Croatian Shepherd, the Bearded Collie, Border Collie, Collie Rough, and Collie Smooth. The Old English Sheepdog, Shetland Sheepdog, Welsh Gordon Cardigan, Welsh Gordon Pembroke, the Lancashire Wheeler, Colby White, the White Swiss Shepherd, and now the three varieties of the Dutch Shepherds, the short hair, the long hair, and the rough hair variety of the Dutch Shepherd, the Saarloos Golden Dog, the Schaffendus, Polski Owczar Podhalański, Kaola Sera the Irish, the South Russian Shepherd, Australian Shepherd, here the Kubas, the Australian Cattle Dog, and the last one entering the ring is the Bufia, the Flam. Groep 1 is een grote groep met heel wat verschillende rassen. En dat ziet u heel duidelijk.
Frederik Stark so gut als vor. Natürlich die Tür ist dann von der Gesellschaft. De witte Zwitserse herdersoort. De korte harmoniteit. De bierend kop. Zijn er veel meer te vinden in Amerika en daar werden ze ook als officier voor erkend. Alleen was het zo dat de Amerikanen heel wat gevangenen naar Australië zonden. En die namen allemaal in handen. Dat was meestal niet zo te zien. En dan werden ze van Amerikaans naar Australisch erkend gedood. Dit zijn of is de Hollandse herdenkontra. Vrienden van de tijd. Er staat ook een lange, er staat ook een kruna, drie echte werken. Wat is de Witte Zwitser? Het is een heel verhaal waar je aan Zwitserland is. Want het is heel duidelijk dat hij als stamvader zonder twijfel de Duitse herdenking had. En waar ooit witte exemplaren waren die men gewoon als penningen. Maar dan is hij opstaan en is meer en meer eerst in Canada. Witte herdersonden gaan fokken en later werden ze toevallig in Zwitserland. De Zwitserse witte herdersonden. Dit is een kontrage van je tijd. De meeste van u, zeker van mijn generatie, kennen heel goed de kom, de langhaar van de tijd. Het was een zeer boeiend peloton dat in de zwart wit tegen de en dat noemde Lassie. En Lassie was dus een kom, maar langhaar van de tijd. Dit is de bearded kom. Hij is ook geboren en ontstaan rond de Bozenstreek, de boven tussen Schotland en Engeland. Maar er was als bodenkorn, dus moest men het anders doen. Het is een heel goed gepaste naam, want hij heeft een goede baard. Vandaar dat men hem bierend korn is gaan noemen. Zeer vriendelijke hond, altijd tot spelen bereid. Eist van onderhoud, dat moet je wel weten, als hij zo een hond in huis had. En dan noem ik de lakenaar, de Belgische herder lakenaar. Gevolgd en geboren rond de streek van Laken, het paleis van Brussel. Hij heeft nog de schapende hoed in de tuin van de koning daar, ongetwijfeld de Lakenaar. Een van de vier Belgische herden van die tijd.
pakken we nu tot 3. Selection of 3. Number 3 goes to the White Swiss Shepherd. That our lovely Amsterdam winner Bainwing will host is the Best Breeders Group. And please help me welcome the judge, coming from Germany, Mr. Falk Sievert. En zo dadelijk krijgt u van mij, dames en heren, de verschillende fokkerijgroepen of breeders groups. En we beginnen met de witte Zwitserse hertensoort. En dan de Rhodesian Ridgebacks. Uit groep 7, de Weimaraners Lange Haar. Uit groep 6, de Beagles. Vertegenwoordigers van de Winkthonden uit groep 10, de Azawak. One breeder can enter 3 to 5 dogs and bitches from that are bred by him or her.
judge is trying to see how equal they are in type and quality. Inderdaad, u bevolkerij groepen, dames en heren, heb je minstens 3 honden nodig. Van hetzelfde ras natuurlijk, maar van beide bij kunnen. Je kan een mix doen van reuwen en teven, of je kan enkel reuwen of enkel teven. Maar de bedoeling is dat het de fokker is die ze voorstaat. Vandaar fokkerijgroep. Wil je er meer dan 3? Dat kan perfect. Met het maximum wat. En in de selectie, dit zijn de Azalaks. Niet zo frequent te zien. Ze komen uit Mali. Het land van origine is Mali. Typische honden die in de woestijn jagen. Met die ogen altijd op oneindig. Je moet het maar eens kijken. Ze staren ver voor zich uit. En het zijn vandaag sidehounds. Ze jagen op het zicht. En dit zijn wat men noemt de lopende hondjes, de beagles. Als ze werken, is dat in meute. Dan is dat met van 4 tot 12. Maar dan moet je een speciale camera doen. Want zomaar voor de voet jagen, beagles mag niet meer. Eerst aanvragen en dan met een meute gaan werken. Ook zeer populair als huishond. Heel fijne karaktertjes, de beagles. Het is eigenlijk de kleinste hond van groep 6. Ze zijn normaal benig, het zijn geen bassets. Dan krijgen we de Weimaraner langhaar. Veel beter gekend in de kortharige variëteit, maar dit zijn dus langharen. Met een typische muisgrijze kleur. En hier zie je het. 4, een groep van 4, dat kan. Zeer goede staande honden, die heel mooi en zeer snel, als ze jong zijn zelfs, het wild zeer goed gaan aanduiden, het wild gaan pointeren. En vandaar dat het voorbeeld van de staande honden is de pointer. Hij duidt aan wat het wild zit. En dit is de Rhodesian Ridgeback, met zijn typische trouwt, zijn typische weerpostel, die gelijk loopt met de ledematen, waar je ziet bovenop de rug. Gelijk met de wervelkolom heb je pronk. De Rhodesian Ridgeback. Stevige jachthond. Men gaat ermee met verschillende tegelijk. En zo'n 3-4 honden stellen een leeuw, moet je even zien. Dit zijn moedige honden. En dit zijn de heel populaire van de laatste tijd. De Golden Collies. Schitterende werkhonden in heel wat disciplines. Ze zijn ervoor gemaakt. Heel attent, kijk maar. En een heel grote wildtoetries. Ze willen hun baasje altijd behagen. Heel typisch voor deze honden, de Border Collies. Zijn de witte Zwitserse herdershonden. Worden zeer populair. De toonstelling is heel frequent, ook in gehoorzaamheidsprogramma's. Spelen ze mee voor de eerste plaats. De witte Zwitserse herdershond. Selectie van de 3. Dan komen wij de witte Zwitserse herdershonden, de Rhodesian Ridgebacks. En de Beagles. En graag uw applaus voor de prachtige honden die de ring verlaten. En al onze felicitaties. Yeah.
approach. En nog een ererandje voor de fokkerijgroepen. We start with a third place, derde. En op de derde plaats komen de Beagles. Ja, verdienen eigenlijk meer applaus, verdienen meer. En de beste fokkerijgroep van vandaag, de winners. Ridgebacks. En op nummer 2, de witte Zwitserse herders. Drinken, meneer. Goedemiddag. En een smaakje wel. Kom joinen. Je hebt nog iets.